Dit is het Rad van Fortuin. Het rad dat iedereen 5 dagen per week boeit. En hier staan de prijzen waar onze kandidaten voor gaan strijden. Van 40.000 gulden. De bonusprijs van vandaag is de 14-daagse vliegreis naar Monastir in het prachtige Tunesië. En hier staat hij, de hoofdprijs van vanavond. Een auto met een krachtige 1.6 motor en vele extra's. De waarde van 26.000 gulden. Het rad kan niet draaien zonder uw presentator. Hier is Hans van der Tocht. Ja, nou, ik moest even een zijstapje maken. U begrijpt waarschijnlijk wel waarom, hè? Ik heb gisteravond niet voor niets gezet dat we vanavond in een spiksplinternieuw decor zouden gaan werken. Nou, het staat er. Wij zijn er ontzettend happy mee. Het ziet er beeldschoon uit. En we danken dan ook de collega's van het NOB die dat allemaal zo fraai hebben gebouwd. Dank ook thuis trouwens voor alle reacties die wij op ons programma krijgen. Die echt alleen maar positief zijn. We zijn daar heel erg gelukkig mee dat u thuis zoveel plezier beleeft aan het Rad van Fortuin. Maar uit de reacties blijkt ook dat er een aantal mensen nog steeds niet zo goed weten wat er nou met die joker precies aan de hand is. Nou, ik ga het u uitleggen. Eventjes goed pakken. Zo ziet het eruit, dat weet u. Als de kandidaat nou die joker heeft, dan mag hij daar in het spel eigenlijk alles mee doen als er een keertje iets fout gaat. Dus als hij op verliesbeurt komt, moet hij er wel zelf aan denken, kan hij hem inzetten. Of een bankroet, is hij wel als geld kwijt en eventueel ook de bonus. Maar hij kan dan die joker dus inzetten. En hij kan ook natuurlijk, als de woordpuzzel fout gezegd wordt, kan hij ook zeggen joker. En dan mogen ze nog een keer raden of nog een keer draaien. En natuurlijk ook met de medeklinker. Hè? Als ze een D noemen en de D zit niet in de woordpuzzel, dan mogen ze zeggen, hé, ik heb een joker. Leggen hem neer en draaien nog een keer. Ik hoop dat het thuis ook voor u duidelijk is. Oké, in de eerste ronde is het hoogste geldbedrag 1000 gulden. Er is eenmaal verliesbeurt, er is eenmaal bankroet en er is natuurlijk ook één joker in het spel. En alleen Zee laat straks ons de letters weer zien. Hier is onze eigen Leontien. Ja, en ik ga heel graag de kandidaten van vanavond aan u voorstellen. En van links naar rechts zijn dat Gabrielle, wel bekend in het land. Dit is Miranda en dit is Theo. Hallo. Theo, hartelijk welkom. Spannend, hè? Zo ineens in het echt. Na al die weken iedere avond gekeken te hebben. En nu sta je er ineens. Theo, waar kom je vandaan? Ik woon in Ouderkerk aan de Amstel. Prachtig dorp, ik ken het. Ik ga er vaak fietsen. Ja. Ja, woon je ook aan de Amstel zelf? Of? Nee, niet aan de Amstel, maar wel aan de sloot. Nou, dat is toch wel heel wat. Ja. Dat is wel heel wat. Je werkt niet meer, hè? Nee, ik ben gepensioneerd. Wat heb je in je actieve leven gedaan? Ik ben kapitein van de grote handelsvaart geweest. Kijk eens aan, dat is lijkt mij een zeer boeiend vak. Ja. Hele wereld gezien. Hele wereld. Ik kan beter de wereldkaart de plaatsen aanduiden waar ik niet ben geweest, als waar ik wel ben geweest. Kan ben ik eerder klaar, denk ik. Maar nu geniet je, denk ik, van kinderen die je hebt. Van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Heerlijk. En ik hoop dat je er nog heel lang de tijd voor hebt om daarvan te kunnen genieten. We zullen proberen. Ben je een beetje goed met woordpuzzels oplossen? Nou, gewoon een puzzel. Raad je het thuis vaak? Ja, dat, dat komt wel voor, ja. Oké. Theo, heel veel succes vanavond bij ons. Dank je wel. Jij valt bijna, hè, Miranda? Nou, niks van aantrekken. Zeg, wel een beetje een beginzenuwen, hè? Oké. Hartelijk welkom. Vertel maar even aan de mensen thuis, waar kom je vandaan? Ik kom uit Amsterdam. Uit Amsterdam ook. Maar woon je daar al lang? Nee, ik woon pas 4,5 maand, 5 maanden. Dat is kort. Wendt het? Vind je het leuk? Jawel, ik vind het wel leuk. Ja, ja, het is anders, maar ja, ook leuk. Waarom anders? Waar kwam je vandaan? Ik kom uit Brabant, uit Den Bosch. Oh, dat is even wat anders. Ja, humor is heel anders natuurlijk, hè? Komt overeen, maar... kan allebei. Ja. Heb je al een baan gevonden in Amsterdam? Ja, ik ben kapster. Ik werk al net zo lang hier in Amsterdam. Ja. In een kapsalon. Maar de reden dat je naar Amsterdam bent gegaan, die is anders. Hè? Dat heeft met liefde te maken, toch? Toch? Ja, een beetje wel. Hè? Ja. We zaten toen in dubio, maar het is toch Amsterdam geworden. Dus, En dan wonen jullie nu samen? Woon ik nu samen, ja. Zo. Ik wens jou ook heel erg veel succes vanavond in het rad. Ja, okay. Nou, en dan zijn we nu gekomen bij de inmiddels zeer bekende Nederlandse, want jij was afgelopen vrijdag al in de uitzending, afgelopen maandag en nu ben je er weer. Ja. Want je was steeds de winnares, alleen je greep net naast de hoofdprijs. Hoe kan dat nou toch steeds, hè? Wat moest je ook alweer raden gisteren? Nee, Fotomodel. Fotomodel. En die frikandel zat toch echt in mijn hoofd, dus die kreeg ik er niet meer uit. Nee. Maar je hebt de afgelopen vrijdag die mooie reis naar Monastir gewonnen, hè? De bonus. Ja, ja. En weet je al wanneer je gaat? Of? Nou, ik probeer dat volgend jaar te plannen. Als dat mogelijk is, in overleg met het reisbureau, omdat ik het dan achter mijn huwelijk aan wil plakken. Dus als huwelijksreis... De reis achter je huwelijk. Oh, je gaat trouwen en dan ga je op huwelijksreis naar Monastir. Ja. Dat is een goed idee, zeg. Dat leek mij ook wel. Ja. En dan ben je van plan om volgend jaar te gaan doen? Ja. Ik vind het fantastisch. Okay. En ik wens jou veel succes voor de derde keer vanavond in het Rad van Fortuin. En dat rad, dat gaat nu stil zijn.
En in die eerste ronde gaan wij op zoek naar een gezegde van 18 letters. En als het rad zo dadelijk helemaal stil ligt, dan mag jij, Gabrielle, gaan beginnen. Ga je gang. Eens kijken, Gabrielle, waar je uitkomt in jouw eerste draai. Dat wordt toch niet meteen een verliesbeurt, hè? Nu denk... Nee, net niet. 450. De N van Nico. Een N. Die hebben we er twee keer in. Dat betekent meteen 900 gulden op je scorebord. Goed zo. Dat is een goede start. Eens kijken of je ook goed door kan gaan. Het ziet er wel naar uit. Je komt op 200. De R van Roel. Een R. Die hebben we ook één keertje voor je. Een gezegde zoeken wij, 18 letters in het totaal. Oei, Gabrielle, 1000 gulden, hoogste geldbedrag in de eerste ronde. Een oude goede medeklinker, kom op. De T van Tini. Een T, ja, één keer hebben we die al voor je. En Gabrielle gaat door. Wordt het een joker? Ja hoor, hij heeft hem. Goed zo. Leg hem neer en je mag meteen doordraaien. Eens kijken, joker ga je nu voorbij, dus je hebt wel net een hele ronde gehaald. Je komt op 400. De H van Hans. Een H, helaas. Heb ik niet voor je. Had je maar niet zoveel vertrouwen in me moeten hebben. Miranda, ga maar door. Kijk, Miranda, wat het rad voor jou brengt. Dat is 600 gulden. Ja, daar, ja, hè? Ja, klopt, ja. Inderdaad. Mag ik de G van Gerard? Jij mag een G van Gerard, maar die heb ik niet in het woord zitten. Dat betekent dat Theo daar. Ja. Een gezegde, 18 letters. En Theo, eens kijken wat het bij jou brengt. 200. De D van Dirk. Een D, ja hoor, die zit erin. Twee keer zelfs. 400 gulden. En Theo gaat door. Goed zo, Theo. Wordt het een 1000? Ja hoor, 1000 gulden. Helemaal. De S van Simon. Theo, wat ga je doen? De S van Simon. Oeh, de S van Simon. Nee, die zit er niet in, Simon. Nee, je mag niet aan het rad komen. Gabrielle, jij bent 4. Jammer, Theo. Oh, Gabrielle. Verliesbeurt. Zonde. Zeg je alleen maar zonde? Ja. Oké. Joker. Miranda, die draait inmiddels weer en is gekomen op 700 gulden. Mag ik de P van Patrick? Jij mag een P, maar hij zit er niet in. Nee. Theo, voor jou weer alle kansen, man. Kom op. Eens kijken waar het rad stil komt te staan. Op 200 gulden, Theo. De B van Bernard. De B van Bernard, die heb ik één keertje. Ja. De kandidaten kijken gespannen naar het puzzelbord. Theo draait en Theo gaat goed, want hij komt uit op de joker. Ja, leg hem maar voor je op de lichtbak en je mag meteen nog een keer doordraaien, Theo. Ja, hij blijft wel liggen. Nou, laat maar. Concentreer je maar op het, ja. Ik onthoud dat je hem hebt. 50. Theo, 50. Gaan we iets doen, hè, eerst. De K van Karel. Een K, nee, die heb ik niet voor je, nee. Maar Theo... Theo? Nee, nou, jij mag weer doorgaan, Gabrielle. Theo, leg je joker op de lichtbak toch maar. Anders vergeet je dat absoluut. Leg maar neer. Ja, die heb je. Gabrielle, eens even kijken waar je uitkomt. Blijf niet liggen. Op 400. Hij wil niet blijven liggen, hè? Lastig. Nou, 400. De M van Marieke. Een M van Marieke? Jammer, ik heb hem niet voor je. Ik wil graag mijn joker gebruiken. Gelukkig, Gabrielle wil de joker gebruiken. Dat mag. Neem hem maar af en draai nog maar een keertje.
Heb het ook net zo mooi uitgelegd aan het begin van het programma. Oei, Gabriel, je komt op 3,50. De W van Willem. Een W van Willem zit er twee keertjes in. Heel goed. En ik weet Je weet het, Gabriel wil het gaan zeggen. Water bij de wijn doen. En dat is goed. Water bij de wijn doen. We gaan even kijken totdat Leontien alle letters heeft omgedraaid. En daar zien we het op het puzzelbord staan. Water bij de wijn doen. Ja, dat is je eisen wat minder streng opstellen. Oké, dat betekent dat Gabrielle de eerste prijswinnaar is van vanavond is. En dat zij voor een totaalbedrag van 2800 gulden maar liefst cadeaus mag gaan kopen uit onze winkel. En Gabrielle, ga je gang. Voor 1780 gulden de videorecorder. Voor 1780 gulden een videorecorder. En daar zijn je fans heel blij mee. Ga maar voor verder. 600 gulden de fotocamera. Voor 600 gulden een fotocamera, daar hou je nog 420 gulden over. Voor... Ja, moeilijk hè, die ja, kleinere prijzen. Ja, zeker. Voor 340 gulden de lamp. Voor 340 gulden kies je een lamp en dan hou je nog 80 gulden over en die nemen we mee naar de tweede ronde. Oké? Ja. En Gaston, je bent er nog weer vanavond. Hè? Vertel eens, wat heeft Gabriel allemaal uit onze winkel gekozen? En natuurlijk doen wij het weer. De eerste prijzen van vanavond. Hans, luister, daar komen ze. Als directe of indirecte verlichtingsbron te gebruiken. Een 50 watt halogeen hanglamp van bekend Nederlands fabrikaat. Uw metgezel voor de aankomende vakantie. Voorzien van autofocus, automatische flitser en automatisch transport. De prachtige zoomcompactcamera. Gabrielle voor 600 gulden. Met de makkelijke shuttleknop bedient u eenvoudig alle functies van deze VHS videorecorder. U kunt hem met de afstandsbediening vanuit uw stoel eenvoudig programmeren. U hoeft dus nooit meer iets te missen. Een prachtprijs, de waarde van 1780 gulden. En al deze prijzen gaan naar Gabrielle. Het is natuurlijk logisch hè, dat Gabrielle volgend jaar een hele dure bruiloft gaat vieren. Want ze heeft echt zo ontzettend veel prijzen bij ons gewonnen. Ook in de afgelopen twee uitzendingen. En vanavond gaat het alweer heel erg goed met haar. Dat een meisje houdt zoveel geld over. Die denkt, ik ga een enorme bruiloft geven. En daarna nog eens een keertje lekker op vakantie naar Monastir. Nou, het kan dus allemaal niet op met Gabrielle. Wij gaan naar die tweede ronde. En we zullen zien of haar dan het geluk weer ten deel zal vallen. Of de andere twee kandidaten, Theo en Miranda. We zullen het zien. In die tweede ronde, weet u, is het hoogste geldbedrag nu 2000 gulden. Maar er is ook natuurlijk een extra valkuil gekomen. Er is namelijk nu twee keer bankroet in het spel. De verliesbeurt, die is eruit. De joker, die zit er nog in. De winkel, die is weer groter, fraaier en vooral ook veel duurder geworden. En de bonus zit in het spel. En kunnen ze eventueel weer naar Monastir, Gaston? En wie zou er niet naar Tunesië willen? De bonusprijs is hem. De tweeweekse vliegreis naar het adembenemende Monastir in Tunesië. De waarde van 3500 gulden. Dat is een schitterende vakantie. Vol cultuur en zwoele warme nachten. Natuurlijk maakt u kennis met de traditionele gewoonte van dit zonnige land. Voor uw ontspanning bij het luxe hotel kunt u gebruik maken van de vele sport- en spelfaciliteiten. Nou, we willen er alle vier wel heen. Maar ja, drie kandidaten maken maar een kans op die mooie reis. Hè? En ik gun ze alle drie van harte. Oké, in die tweede ronde gaan wij nu op zoek naar een titel van 11 letters. En het is Miranda die mag gaan beginnen. Ja. Eens kijken wat de tweede ronde ons gaat brengen. Voor Miranda gaat dat goed, want je bent die bankroet voorbij en je komt op 600. Ik wilde graag de N van Nico. Een N, die zit er twee keer in. Dat heb je goed gegokt. 1200 gulden erbij. Dat gaat weer goed, Miranda. En je komt wederom op 600. Ik wilde graag de R van Richard. Een R, die heb ik niet voor je. Jammer. Theo, jij mag gaan doen. Theo, dat gaat goed hoor. 450. De T van Theodorus. De T, ja. Ja, dus een gok, hè. Hij is goed gegokt. Eén keer heb ik hem voor je. Ja. Een titel zoeken wij 11 letters in het totaal. Theo draait en komt uit op 450. Theo. De S van Simon. Een S, die heb ik ook één keer voor. Als jullie geld hebben op je scorebord, je mag klinkers kopen als je geld hebt. Theo, eens kijken. 400, man. De
M van Marinus. Een M? Nee, heb ik niet. M van Marinus. M van Marinus, ja, ik hoorde het goed, maar die zit er niet in. Jammer, dat betekent dat Gabrielle door mag gaan. En Gabrielle, jij komt uit op een mooi bedrag, 700. De D van Dirk. Een D heb ik niet. Nee, jammer. Ik zeg niks, maar of tenminste, ik draai niet, maar ik wil het woord noemen. Ja, klasgenoten. Kan... Klasgenoten, jouw kind, het is goed. Fantastisch. Ja, klasgenoten, het populaire programma van collega Koos Postema. Regelmatig te zien bij RTL Veronique. Oké, Miranda, jij mag voor 1200 gulden nu prijzen gaan kopen uit onze winkel. Ga je gang. Ik wil voor 1000 gulden de magnetron. Voor 1000 gulden wil jij een magnetron, daar hou je nog 200 gulden over. En voor 200 gulden de supergrill. En voor 200 gulden een supergrill. Ik vind het twee prachtige prijzen. En van Gaston horen we wat die prijzen nu eigenlijk precies inhouden. Gaston, ga je gang. Voorzien van de bekende anti-aanbaklaag en uitneembare platen. Tosties, wafels of een gegrilde karbonaat. Ze hebben u nog nooit zo lekker gesmaakt. En dat doet u met deze supergrill. Ter waarde van 200 gulden. Dit wordt uw meest geliefde partner in de keuken. Klein van buiten, groot van binnen. Door zijn fraaie vormgeving zijn de wanden van beperkte dikte. En dat komt de ruimte voor borden en schalen ten goede. Eet smakelijk en veel plezier met uw magnetron te waarde van 1000 gulden. Ja, en wat zal Miranda lekkere hapjes gaan maken op haar Amsterdamse woning met haar vriend. En nu ze die prachtige magnetron oven heeft gekocht. Oké, wij gaan naar de derde ronde en voordat we die derde ronde gaan spelen geef ik altijd eerst even een tussenstand. En in die tussenstand zien we dat Theo helaas nog helemaal geen geld op zijn scorebord heeft staan. Dat Miranda 1200 gulden heeft en dat aan de leiding gaat Gabrielle met 2720 gulden. Nou, in die derde ronde is het rad natuurlijk weer veranderd. Het allerhoogste geldbedrag is nu maar liefst 4000 gulden. Er is nog steeds twee keer bankroet in het spel. De verliesbeurt die is weer teruggekomen. De bonus die zit er nog in, want die is er de vorige ronde niet uitgegaan. En de winkel die wordt natuurlijk weer mooier, groter, fraaier en duurder. Nou, en in die derde ronde gaan wij op zoek naar een persoon van 18 letters in het totaal. En het is Theo die mag gaan draaien. Persoon, 18 letters. Theo draait en komt uit op 450. 450, ja. De T van Theodorus. Een T? Nee, ik heb hem niet voor je. Jammer. Gabrielle, gaan we door. Oh jee. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Tunesië! Oh, de bonus! Leg hem voor je neer, Gabrielle. En je weet het, onder die bonus ligt een waarde van 350 gulden. En voor die waarde mag je nu een medeklinker noemen. De N van Nico. De N van Nico. Oh, jammer. Hij zit er niet in. Miranda, de alle kansen voor jou. Eens kijken waar jij komt. 550. De R van Richard. Een R, die heb ik één keertje voor je. Ja. En je komt nu uit op 550. De G van Gerard. Een G, de G. Nee, heb ik niet. Jammer. Theo, voor jou weer de kansen, jongen. Dat was een flinke draai. En eens kijken waar die uiteindelijk uitkomt. Dat is op 800 gulden. De S van Simon. Een S. Ja, die heb ik ook voor je twee keer zelfs. Dat betekent 1600 gulden. Een persoon zoeken wij 18 letters in het totaal. €700, Theo. De D van Dirk. De D van Dirk, nee, zit er niet in. Jammer, Gabrielle, jij weer. Waar gaat dat heen? Ja, goed, 600. De K van Katie. 1 K heb ik, ja. 1 K, goed.
En je komt nu op 200 gulden, Gabrielle. De M van Maria. Een M, die heb ik ook één keertje voor je, ja. Een perso, 18 letters. Gabrielle. Wat vreselijk, wat had je staan? 800 gulden. Alles kwijt, geld, bonus weg, footsie. Mianne, zo is het spel, ellende. Maar Mianne gaat verder en die is blij. Want die kan er nog iets aan doen, aan de score. Om nog een beetje hoger te krijgen. 200 gulden, Miranda. De W van William. De W, die zit er één keertje in, inderdaad. En Miranda gaat doordraaien. Ik heb een idee dat zij een idee heeft, maar ik heb ook een idee dat ze de geldbedrag wat wil opvijzelen. En dat is haar goed recht, 400 gulden. De L van Leo. Een L, twee keer, 800 gulden erbij. Goed zo. En Miranda gaat verder. Ik vind het sportief. Het is een spel, maar er zitten veel risico's aan verbonden. En de risico's, die neemt ze. Maar ze gaat goed. 300. De F van... Fiona. Nee, wat jammer. Theo, jij mag doorgaan. Oh, ik dacht eigenlijk dat Miranda het al wist, maar ze weet het nog niet. Theo heeft 1600 gulden. Niet zo vlug, man, 200 gulden. De P van Pieter. De P van Pieter, één keertje, ja, goed. Gaan we door. Kandidaten kijken geconcentreerd op het puzzelbord. Oh, wat gaat hij doen, 2000 gulden, goed. Ja. En nou een goeie, Theo. De K van K, die staat er al. Ja, jammer gezegd. Dat is heel jammer. Ja, mag ik mijn joker inzetten? Jij wil een joker inzetten, dat mag inderdaad. Die had je nog goed dat je eraan denkt. En dan mag je nog een keer draaien. Ja. Theo, wat wordt het? Nee, joh, wat vreselijk! Wat vreselijk voor je, bankroet, alles kwijt, in één klap, je had 1800 gulden, ja, zo is het spel. Ik wil het graag zeggen. Je gaat het zeggen. William Shakespeare. William Shakespeare! We gaan eventjes kijken naar het puzzelbord totdat Leontien alle letters heeft omgedraaid. En daar zien we het inderdaad staan. William Shakespeare, de bekende Engelse schrijver. Daarnaast was hij trouwens ook acteur en dichter. En hij leefde van 1564 tot 1616. Oké, Gabrielle, jij mag nu voor eens even kijken 500 gulden, want je had nog niks. Mag je de prijzen weer gaan kopen? Zo simpel gaat dat. Een horloge, groot en klein, voor 270 gulden. Voor 270 gulden kies jij een horloge. Dan blijft er nog 230 gulden over. Voor 230 gulden de pannenset. Ja, dan ben je precies rond. Voor 230 gulden een hele fraaie pannenset. En hoe fraai die wel niet is, dat hoor je zo dadelijk van Gaston. En wat zal het lekker smaken daar. Kom eens aan, de prijzen. Nog plezieriger koken met deze fraaie pannenset. Gemaakt van duurzaam materiaal. Niet alleen makkelijk in gebruik, maar ook een stuk decoratie in uw keuken. En Gabrielle, hij is voor jou voor 230 gulden. Eén voor aan de pols en één voor aan de muur. Dit is het laatste model van het meest trendy horloge. En ook Gabrielle, ik kan niet anders zeggen, al deze prijzen komen weer naar jou toe. Nou, iets wat kleinere prijsjes dit keer, maar ze is er wederom heel erg blij mee. En thuis zult u het ongetwijfeld al begrepen hebben. Gabrielle is wederom onze winnares van vanavond. En dat betekent dat wij helaas afscheid gaan nemen van Miranda en van Theo. Theo, jij had echt pech met je bankgoed. Ja, dat was vreselijk, dat 1800 gulden. Een aandenken. En is alles kwijt. En is alles kwijt, ja, maar zo gaat het nou helemaal in zo. Nou Miranda, je hebt wel een paar aardige prijzen gewonnen. Dames en heren, dit waren Miranda en Theo. Ik ga zo even bij je staan. Die bonus die ligt hier nog, maar die heb je dus niet. Want je was bankroet en dan ben je je bonus ook kwijt. Maar je mag naar de auto. En dus zeg ik, ga je mee? Ja. Oké, daar gaan we weer. Zou het worden 3 maal keer in scheepsweg? We hopen het maar. Een auto in GT-uitvoering. Uitgerust met een krachtige 1.6 motor. Dat is de hoofdprijs van dit Rad van Fortuin. Met als extra's getint glas, brede banden, luxe en comfortabele sportstoelen, toerenteller en een extra wisserinstallatie op de achteruit. Tevens zijn de bumpers in de kleur meegespoten. Ja, u hoort het goed. Het is een prijs te waarde van 26.000 gulden.
Nou, dan gaan we weer. Hè. We gaan het gewoon nog een keer proberen. De derde keer. Eerst was je voor de keuken, toen voor de auto. En nu twee keer keuken. Oh jeetje, oh jeetje. Nou, je weet inmiddels hoe het gaat. Ja. 5 medeklinkers, 1 klinker. En wat wij zoeken, dat is flora en fauna. Dus planten of dierennaam. 11 letters in het totaal. Ga je gang. De S. De S van Simon. De N. De N van Nico. De T. De T van Theo. De D. De D van Dirk. En de R. En de R van Richard. En dan nu 1 klinker, Gabrielle. De E. De E. En we gaan kijken hoe vaak ze erin zitten. Flora en fauna. Oh shit. Veel, veel. 8 stuks, nou. Je hebt hem! Ga zitten! Oh, Tim, gefeliciteerd! Fantastisch! Ja. Nou, ik heb een mooie wang gekregen, ik weet niet waar ik op moet kijken. Ja, daar zit je natuurlijk allemaal bij. Gabrielle, 3 keer scheepsrecht, hè. Ze heeft de auto. Ik hoop dat ze weer genoten heeft. Wij vonden het leuk dat u er was vanavond. En heel graag tot morgen, 5 minuten voor 8 bij RTL Veronique bij het Rad van Fortuin. Tot morgen! Gefeliciteerd, schat. Wow. Nou. Straks bij RTL Veronique. Spannende ontwikkelingen in Spijkerhoek. Nu eerst